Hoi, ik ben Julia van Bergen en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag de sleeping tag doen, want het wordt weer winter. Of nou, het is nu herfst, maar het wordt weer winter. En ik vind het altijd dan leuk om naar zulke video's te kijken van slapen en kaarsjes en woehoe. Ik doe niet aan Halloween, dus voor mij krijg je geen Halloween video, maar voor mij krijg je alvast een beetje wintervideo's. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga vandaag de I Love Sleep tag doen. Dat zijn 16 vragen over slapen, over hoe ik slaap, wat ik doe in mijn slaap, bla bla. Dus ja, let's go! Vraag 1. Hoe laat ga jij meestal naar bed? De laatste tijd rond 11 uur, denk ik. En soms wel eens 10 uur, soms 12 uur. En ik denk in het weekend misschien 1 uur, 2 uur of zo. Ligt eraan of ik uitga of als mijn vriend hier is. Ja, het is een beetje verschillend. Maar door de week denk ik 11 uur. Vraag 2. Wat is jouw vaste ritueel voor het slapen? Ik heb eigenlijk geen vaste ritueel. Ik haal gewoon altijd mijn make-up eraf en leg mijn telefoon aan de lader. Dat is denk ik het enige wat ik echt elke avond doe. Vraag 3. Wat doe je als je niet kan slapen? Meestal ga ik dan YouTube-video's kijken of Netflix-video's. Of ik ga met je appen. Of ja, ik weet niet. Ik zou misschien soms een boek lezen, maar dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Vraag 4. Wat is jouw favoriete slaaphouding? Ja, eigenlijk gewoon in een foetushouding. Zo slaap ik denk ik het liefst. Vraag 5. Waarvoor mag je jou altijd wakker maken? Nou, het liefst maak je me niet wakker. Maar als je me dan wakker maakt voor sushi of knuffelen. Vraag 6. Hoe laat gaat jouw wekker 's ochtends? Ik denk om 8 uur of 9 uur. Vraag 7. Snoezen of direct opstaan? Eigenlijk word ik wel gelijk wakker. Dus ik zet hem niet op snoes. Maar ik blijf hem gewoon lang liggen. Maar ik val niet meer in slaap ofzo. En soms vind ik direct opstaan ook wel leuk. Fijn. Niet leuk. Ik bedoel eigenlijk zo van, als ik iets leuks ga doen die dag, dan sta ik direct op. En dan ga ik gelijk douchen, aankleden en zo. Vraag 8. Slaap je uit in het weekend? Ja, zeker. Vraag 9. Welke rare dingen doe je in je slaap? Ik praat heel veel in mijn slaap. En ik denk heel erg vaak, als ik bijvoorbeeld op naar een feestje ga en dan ga ik slapen, dan denk ik heel erg vaak dat ik er nog ben. Dus dan ga ik er rechtop zitten en dan zeg ik, oh, ik wil naar huis. Of dan droom ik wel eens dat. Want Stefan die komt hier 's avonds wel eens en dan moet hij op een bepaalde tijd weg van mijn ouders. Maar dan val ik in slaap en dan denk ik dat hij er nog is. En dan zeg ik, nee, je moet nu echt naar huis, je moet nu echt naar huis. Het is 3:30, je moet echt naar huis. En dan had hij zeg maar om 11 uur de deur uit moeten gaan. Dus daarom is er zo fysiek stress. En dat doe ik heel erg vaak in mijn slaap. Dus heel vaak praten. Vraag 10, hoeveel kussens liggen er in je bed? Soms heb ik al deze kussens en deze en deze en hierachter ligt er nog eentje op mijn bed. Maar meestal als ik ga slapen, dan gooi ik ze allemaal van mijn bed af en dan heb ik gewoon 2 kussens. Vraag 11. Wat heb je aan in bed? Het liefst gewoon een fijne pyjama. Vraag 12. Slaap je met sokken aan? Ja, eigenlijk altijd. En heel veel mensen waar ik mee omga vinden dat raar. Maar ik slaap altijd met mijn sokken aan. Echt wel vanaf kleins af aan. Ik heb ook altijd koude voeten. En misschien komt dat dan daardoor. Vraag 13. Hoe groot is jouw bed? Ik heb een twijfelaar, dus ik heb net geen 2-persoonsbed. Maar ik vind het eigenlijk wel gewoon een 2-persoonsbed. Het is echt groot genoeg. Ik kan er gewoon mee leven. En ja, ik ben heel klein. Dus als iemand bij mij in bed ligt, dan heeft diegene alsnog evenveel ruimte als in een 2-persoonsbed, denk ik. Vraag 14. Als ik 's ochtends wakker word, is het eerste wat ik doe op mijn telefoon kijken. Zo verslaafd. Vraag 15. Droom je elke nacht? Bijna wel, denk ik. Ja, ik droom bijna wel elke nacht. Eigenlijk droomt iedereen elke nacht, maar of ik het me kan herinneren. Bijna wel altijd, ja. Vraag 16. Welke droom of nachtmerrie kan je goed herinneren? Nou, ik had vannacht dus een nachtmerrie. En dit gaat echt ziek psycho klinken. Ik droomde dat we met z'n allen met de kerst uit eten gingen. En dat ik toen kwam er een man, een soort zombie, die kwam bij iedereen een soort van injectie erin spuiten, zodat we allemaal gingen verlammen. En toen nam hij ons allemaal afzonderlijk van elkaar mee, sloot hij ons op. Nou, ik heb echt gehuild voor mijn leven in mijn slaap. En ik werd ook soort van huilend in paniek wakker. Ik vond het echt zo naar. Echt niet chill. Zo, dit was alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Een kleine tag eventjes tussendoor over hoe ik slaap. Vergeet me niet te volgen op Instagram, ik zie Julia van Bergen. En vergeet niet te abonneren als je deze video leuk vond. Er komt ook binnenkort een karaoke challenge online. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!